En je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Leuk dat je er weer bij bent. En dan weet ik ook meteen of er gewoon totaal iets normaals in die borst zit. Of dat er toch onderzoek nodig is. Ik heb nog even getwijfeld trouwens of ik dit wilde delen. Want ik dacht van ja, het is ook wel echt best wel persoonlijk. Ik vind dus dat gevoel van met die boter van me in die mond. Is echt zo doodeng. We gaan. Bobby. Ja, wie is nou wie, hè? Nou, was ik toch al gerustgesteld, maar nu, naarmate de dagen vorderen en naarmate er niks verandert, weet ik dat toch ietsje minder of zo. Omdat ik denk van ja, weet je, hij kan natuurlijk nog steeds niet inkijken. Dus uiteindelijk weten we het nog steeds niet, want het zit er nog steeds. Het is vandaag maandag bij mij en je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Leuk dat je er weer bij bent. Ik heb niet een volle batterij, zie ik trouwens. Dus ik denk dat ik redelijk snel moet praten. Maar goed, het is maandag hier. Kindjes zijn bij ons naar het kinderdagverblijf. Ik heb al eventjes gewerkt, een uurtje op kantoor. En nu heb ik geparkeerd, want ik moet zo meteen even naar de dokter. Ik had natuurlijk vorige week in de weekvlog al verteld dat ik een verdikking in mijn borst heb. En dat ik daar even naar wilde laten kijken. Dus ik heb nu een afspraak gemaakt. Ik heb vanochtend gebeld en ik kan zo meteen al 9:50 terecht. Dus dat is super fijn. Dan weet ik ook meteen of er gewoon totaal iets normaals in die borst zit. Of dat er toch onderzoek nodig is. Dat ga ik zo meteen laten checken. Ik heb nog even getwijfeld trouwens of ik dit wilde delen. Want ik dacht van ja, het is ook wel echt best wel persoonlijk. En ja, ik weet het niet. Maar aan de andere kant denk ik ja, ik ben vast niet de enige vrouw die wel eens iets voelt in de borst. En zich dan zorgen kan maken of het niet iets heel raars is. Of iets heel engs is. Dus vandaar dat ik het toch gewoon deel. En laat zien dat ik het dus wel meteen laat onderzoeken als ik iets heb gevoeld. Dus dat. Maar laten we van het beste uitgaan en het beste hopen. En ik ga kijken en dan ga ik jullie zo meteen op de hoogte brengen. Alright, let's go. Bij de dokter geweest. Was een hele fijne, aardige man. Dus dat is echt heel erg prettig. Hij heeft goed gekeken, alles gevoeld. En tot de conclusie gekomen dat er in principe nu geen zorgen zijn voor bijvoorbeeld borstkanker. Door een aantal redenen. Omdat er bepaalde symptomen dat ik die helemaal niet heb. En omdat het stukje in de borst schijnbaar losliggend is. En nou, hij had nog een aantal termen die hij noemde. Waardoor hij zich niet echt zorgen maakt. Het zit er natuurlijk wel. Dus moet ik wel even over 2 weken terugkomen. Om het nogmaals te controleren. Zodat als het er nog zit. Dat we natuurlijk wel moeten kijken wat het dan wel precies is. Dus dat gaan we doen. Maar het zou dus ook zo kunnen zijn dat het binnen 2 weken gewoon weg is. En daar hoop ik natuurlijk stiekem heel erg op. En als dat niet zo is, dan wil ik gewoon graag dat er ook van binnen naar gekeken wordt. En niet alleen gevoeld vanuit de buitenkant. Dus wat dat betreft, mijn doktersavontuur. En blijft altijd een beetje spannend, dit soort dingen. Maar goed, ik ben wel gerustgesteld dat hij zich in ieder geval geen zorgen maakt op dit moment. Dus dat is fijn. Nu ga ik ondertussen even de fotograaf van Nieuw voor Mama bellen in de auto. En dan ga ik naar kantoor. Om even verder te gaan met werken. Ik ben weer thuis met mijn kleine vriendinnetje. Yay! Ja, ze was net even aan het poetsen. Hè? Het is de kindje in bad aan het doen boven. Of tenminste Charlie en Ramos. En Bobby is even lekker bij mij. Ik ga eten koken. De hele dag gewerkt. Kindje net opgehaald. En we hebben nog best wel een druk programma vanavond. Want Ed die moet om 17:15 alweer weg. Omdat hij twee PT trainingen moet geven. Personal training. En ik heb vanavond nog een live webinar. Dus, en die begint om 8:00. Dus eigenlijk nog een heel druk avondprogramma. Ondertussen dat Ed weg is, ga ik met de kindjes eten en ze op bed leggen. En dan is hij weer op tijd terug voor de webinar die ik dan ga geven. Dus ik ga makkelijk koken en dat is dit keer gewoon weer rijst. Basmati, die heb ik nu opgezet. Ik heb 2 zakken roerbakgroenten en ik heb vleesjes. Die ga ik zo meteen even uit de koelkast halen. Dus lekker makkelijk. Kijk, ze zit zo lekker met haar popjes. Zo schattig dit. En dan is dit wat ik ga maken. Deze zak roerbakgroenten. Klein potje kikkererwten. Deze doe ik als laatste door. Niet de hele zak, maar gewoon lekker een paar goede handen. En deze ga ik erbij maken. En die delen we dus gewoon met z'n allen. En dan dus de rijst. Het is hier een beetje hectisch aan tafel. Maar iedereen zit inmiddels. Soort van. En ik heb het in elkaar weten te breien.
Niks culinairs, maar wel gewoon prima voor de maandag. Dus wij gaan lekker eten met z'n vieren. Slosje is lekker geslapen. Die gaan we nu aankleden. Ja. Hoezo is je sok nu weer nat dan, Ramos? Goed voor de douche. Maar hoezo was jij in de douche gaan staan dan? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, lekker. Kan je mijn nieuwe sokken aandoen? Ja, ga maar even nieuwe pakken dan. Het is vandaag dus dinsdag. Dinsdag is mijn vrije dag. Dus ik ben lekker met de kindjes. Inmiddels bijna 12 uur, dus ik heb de meiden net uit bed gehaald en we gaan zo meteen lunchen. En het is heel lekker weer, dus ik denk dat ik vanmiddag even met ze ga fietsen, gezellige meid. Ja. Mijn dinsdag zijn altijd gewoon ja, best wel chille dagen. Ik probeer niet te veel te doen buiten de was en vaatwasser en dat soort standaard dingen. Maar ook altijd wel chillen, spelletjes doen, naar buiten en dat soort dingen. En dat gaat nu de meiden wat ouder zijn, echt veel makkelijker. Toen ze echt heel klaar... Heb jij nou gepoept? Oh jee. Heel klaar voor een nieuwe dag met haar lieve, schattige, lekkere, dikke kontje en de flarepants. Mm. Ik had zoveel zin in tosties, dus ik heb heerlijke tosties gemaakt met kaas en tomaatjes. Oh, hij is niet scherp, zie ik. Nu wel. En de kindjes hebben lekker boterhammetjes en Ramos die wilde een maiswafel. Dus wij gaan even gezellig eten. Ik vind dus dat gepop met die boterhammen in die mondjes altijd echt zo doodeng. Oh, ze zijn nu dat, zeg maar, op het punt dat ze gewoon zelf natuurlijk een boterham in de hand kunnen houden. Maar heel regelmatig dan zitten ze echt die halve boterham in één keer in de mond te proppen. En Ramos, en dan zeggen we altijd nee, stop. Eerst een mondje leeg eten, maar dat helpt natuurlijk helemaal niks. En dan echt wat geprop. Ik vind dat echt doodeng. Zullen jullie vast al herkennen. Ik heb iedereen in de bakfiets gezet, zoals je wellicht kan horen. Oh jongens, dat ik weg ben en iedereen heb aangekleed, verschoond, ingepakt en alles. We gaan. Even mijn jas aan doen. Het is wel super lekker weer trouwens, dus ik heb er wel zin in. We gaan even naar kantoor fietsen, naar Ed. Gaan we even hoi zeggen. En daarna gaan we naar mijn tante, want daar moet ik even wat vitamines brengen. Oh my gosh, dit is toch niet te geloven. De batterij van dit ding is leeg. Kak. Echt weer iets voor mij. Ja, ik ga het gewoon op wagen. Ga ik het kantoor gewoon even opladen. Oh, ik ga echt niet thuis blijven nu ik iedereen eenmaal eindelijk hierin heb zitten. So far, so good. We zijn op de helft en dat doet het nog steeds. Oh, we made it. Daar zijn we dan. Ga papa verrassen, hè? Oh, papa heeft de deur dicht, zie ik trouwens. Wat? Hoop ik niet dat hij een sessie heeft, want ik heb het natuurlijk niet gevraagd. Ja! Hallo! Verrassing! Hallo. Hey schat. Wij komen lekker naar jou. Gezellig even koffie drinken. Nee. Heb je daar tijd voor? Natuurlijk. Meneer de zakenman. Oké. Okay. Zo lekker. Ik hou echt ervan om hier binnen te komen. Het is leuk. Het is misschien raar om van je eigen kantoor te zeggen. Maar ik weet niet. Ik voel me hier zo thuis. Ik vind het altijd zo fijn hier. En ik ga nu eerst mijn jas uitdoen. Want ik stik zo ongeveer van de hitte. Maar hier heeft iemand gebokst. Heerlijk altijd. Oké, okay, koffie op. Deze ga ik even naar mijn tante brengen. Want er is momenteel echt een run op de vitamine D3. En wij hebben er nog superveel op voorraad. Dus die ga ik haar even langs brengen. En dan ga ik deze dametjes op bed leggen. Want oh my god. Dat was een ritje wel.
Uiteindelijk ben ik dus vanuit mijn tante naar huis gefietst. En voor de helft met een lege accu. Dus het was best wel even doortrappen. Nu liggen de meiden net op bed. Ramos is aan het buiten spelen hier. Dus ik ben naar buiten aan het kijken. Zodat ik het een beetje in de gaten kan houden. Even een mandarijntje aan het eten. En ik dacht, ik kom nog heel even terug op die vitamine D3. Want er is dus echt een run op dit moment. Vooral omdat het natuurlijk bijdraagt aan een goede weerstand. En meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat het een raadzaam supplement is om nu te nemen. Evenwel met de corona-uitbraak. Dus vandaar die run. Nou moet ik wel zeggen, wij hebben superveel ingekocht daarvan. Dus vooralsnog hebben wij genoeg daarvan, gelukkig. Ik zal eventjes het linkje hieronder in de beschrijving zetten. Zodat mocht je vitamine D willen gebruiken. Het helpt onder andere dus bij het versterken van je weerstand. Maar ook het versterken van botten en spieren. En je tanden. Maar goed, je kan het eventjes checken via de link. En we hebben dus nu nog voldoende op voorraad. Dus misschien is dat fijn om te weten. Ik ga ondertussen even bedenken wat ik ga koken. Het is 4:15. Ik denk dat mijn moeder rond 5:00 hier is. En ik denk dat ik die noedels ga maken die ik van de week, of vorige week had bedacht om te maken afgelopen weekend. Dat vertelde ik ook in de weekvlog, maar dat is dus niet van gekomen. Dus ik denk dat ik die lekker ga maken vanavond. Gebakken noedels met allerlei groenten erdoorheen. Ja. En toen was het alweer donker. We hebben nog een hele tijd buiten gezeten. Echt super leuk. Wel gezellig. En nu ga ik de meest simpele maaltijd ever maken. Ik ben water aan het koken. Daar ga ik zo meteen deze rijstnoedels in doen. 2 minuutjes. Met water afspoelen en dan is dat klaar. Dan ga ik rulgehakt bakken. Ik ga deze even snijden. En ik denk dat ik er nog even 1 bij pak zo meteen. Want mijn moeder is er ook bij natuurlijk. Dus die ga ik bakken samen met deze en nog een paprika en een uitje. En dan ga ik er deze bij doen. En dat allemaal samen maakt dan zeg maar ja, de toevoeging aan de noedels. En dan ga ik denk ik nog even een sausje maken van pindakaas. En even kijken, wat doe ik er dan nog meer bij? Pindakaas, deze, ketchup en kokosmelk. En dat had ik vorige week ook gemaakt, maar het komt nu even een keertje zo uit. Dus dat is mijn simpele maaltijd die denk ik echt heel lekker gaat worden. En ja hoor, als ik kook, dan kijken mijn kinderen tv. Dat vind ik namelijk het makkelijkst. Hoe moet vloggen vandaag, Ramos? Ja, weet ik! Oh, weet je dat? Goedemorgen, het is vandaag, zoals je ziet, ik ben net wakker, althans. Ik ben inmiddels gedoucht, maar het is welke dag is vandaag, Ramos? Het is vandaag? Donderdag. Donderdag, goed zo. Klopt ook nog. Donderdag vandaag. En Kimberly is naar kantoor. Oh, ik ben volgens mij half uit beeld. En ik ga eerst koffie zetten voordat ik de dag begin. Goedemorgen, dames. Bobby en Charlie. Kijk of jullie het weten. Wie is wie? Is links Charlie of is rechts Charlie? Of uiteraard links Bobby en rechts, of rechts Bobby. Misschien kunnen jullie dat inmiddels wel raden. Ja. Zo. Ah, we weten het niet. Charlie. Kijk, grappig hè? Dan kijken ze dus allebei. Bobby. Ja, wie is nou wie, hè? Papa, Charlie. Zou je het kunnen zien? Charlie. Nee, zie je dat? Ze reageren gewoon allebei tegelijk. Maar even heel wat anders. Kinderen, wat gaan wij doen vandaag? Op deze mooie donderdag. Op papadag, hè, zoals we dat altijd zo mooi noemen. Althans, ik vind dat zo'n vies woord. Dat zeg ik volgens mij ook altijd. Maar wat gaan we doen? Hé, hey, hallo, zit niet al die pindakaas op te eten, vriend? Lekker dan! Nee, ja, lekker dan, ja. Maar wat wil je doen vandaag, Ramos? Spelen. Spelen. En wat gaan we spelen? Auto's. Auto's. Hé, hey, leuk. Goed idee. En wat wil je dan doen met de auto's? Ja. We kunnen ook gaan fietsen als het droog is vanmiddag. Ik ga lekker met de auto spelen. Nou, dan gaat papa de hele dag op de bank liggen. Vind je dat een goed idee? I wish I knew.
Zo, we zitten weer aan tafel, hè, dames. We gaan ons lekker aan het eten. Ik heb voor mezelf een heerlijke vega sandwich gemaakt. Allerlei groenten erop. Hummus, tomaat, spinazie. Lenteuitje erop. Basilicumblaadjes. En zit er nog meer op? Nee, dat was het volgens mij. Ja. Nou, nee, super lekker. Wat zit er nog meer op dan? Oh, feta kaasje. Of had ik dat al gezegd? Feta kaas. Ja. Eet smakelijk. En toen was ze weer thuis. Het is vandaag dus donderdag. Ik heb de hele dag gewerkt. En Ed die is met het kindje geweest. En heeft, als het goed is, jullie een klein beetje op de hoogte gehouden van de dag. Ik ben nu even aan het koken. Ramos is hier mijn plateau met allerlei kruiden aan het uitladen en weer opnieuw aan het inladen. En dus die is een beetje aan het opruimen en zo. En vandaag ga ik nog even met mijn moeder op pad voor. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ben echt al zo lang niet meer überhaupt bij een winkel geweest. Dat ik echt zin heb om heel even lekker uit te gaan. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik ben lekker vrij vandaag. Dus we zijn helemaal lekker gedoucht, trouwens en ik. En nu klaar om onze Sinterklaas stickers op te plakken. Want wij doen elk jaar stickers opplakken op de ramen, zodat Sinterklaas ziet dat we helemaal klaar zijn. Wat is dit voor een sticker? Een cadeautje is dat. En ik zal jullie straks even bij kletsen over hoe het allemaal gaat en zo. Dat komt straks even als ik even een momentje heb alleen en zo. Nu hebben we een gezellig dagje samen met kindjes. Ja, we gaan plakken. We moeten even kijken, maar zullen we de gekleurde doen? Ik vind juist die gekleurde wel heel erg leuk eigenlijk. Maar ik wil deze in. Maar doen we deze op jouw kamer? Dat is ook leuk. Kijk, doen we deze, want dit is een hele mooie foto van Klaas. Alleen we moeten even kijken, want Bobby en Charlie kunnen hier wel bij. We moeten misschien een beetje in het midden van het raam doen. Dan doen we daar dan. Ja. Ach, wat leuk. Dan doen we deze. Zijn dit nou dezelfde als vorig jaar? Volgens mij exact. Oh. Wat is dat nou? Ik denk bij de buren. Oh ja. Oké, zal ik het aan jou aangeven of doe jij zelf? Ik doe deze. Oké, doe maar. Oh, heel goed. Plak maar op. Dit is een groen plakje, die ja. Doe ik hier. Oké, ik doe deze hier. Nou, dit is toch helemaal leuk. Ik heb nog eentje, want... Ja, we gaan... Die andere stuk moet dan nog. Ja. Kijk, we hebben nog meer. Die gaan we voor op het raam plakken. Hier is ook nog voor kerstmis. Ja, het is voor kerstmis. Daar was er eentje. Nou, echt fantastisch gewoon. Zo mooi. Goed gedaan, hè, jongen. High five. Ja, high five. Verder even een update over het knobbel. De knobbel. Voelt een beetje raar of zo aan de ene kant om dat te delen, omdat het zoiets persoonlijks is. Maar aan de andere kant, wie A zegt, moet ook B zeggen. Ik heb natuurlijk jullie verteld dat het er zit. Ik heb verteld dat ik naar de huisarts ben geweest. Even wachten, even dit ding een beetje zachter. Zo kijken hoor. Dus dan moet ik ook een beetje een update doen, vind ik zelf. Anders dan kijk je aan iets waarvan je dan niet weet hoe het afloopt. Dus dat is heel vreselijk irritant. Goed, zelf weet ik natuurlijk ook nog niet hoe het af gaat lopen. Het zit er nog steeds. Het is niet echt veranderd of zo. Het is eigenlijk nog gewoon precies hetzelfde. En ik heb dus over anderhalve week een afspraak bij de huisarts. Maar de kans is wel heel erg groot dat als het er volgende week nog zit, dat ik ga bellen dat ik eerder wil komen. Want om dan nog een week te gaan wachten, vind ik zelf echt heel erg lang. Dus als het er volgende week nog zit, dan denk ik dat ik gewoon ga bellen. Dus ja, ik was er eigenlijk maandag wel echt, dat heb je misschien ook wel gezien, toch wel een soort van gerustgesteld of zo. Dat ik dacht, oh ja, de huisarts die vindt het allemaal niet zo heel raar meteen. En ja, was ik toch wel gerustgesteld. Maar nu, naarmate de dagen vorderen en naarmate er niks verandert, ben ik dat toch ietsje minder of zo. Omdat ik denk van ja, weet je, hij kan natuurlijk nog steeds niet inkijken. Dus uiteindelijk weten we het nog steeds niet, want het zit er nog steeds. Dus ik ben dan ergens toch wel een beetje aan het twijfelen. Vandaag is ook de weekvlog van vorige week online gekomen, waarin ik dus vertelde dat ik dat had gevonden. Ik heb super veel berichtjes gekregen, ook in DM, wat heel erg lief is. Maar ook wel een paar verhalen dat ik dacht, oh, dit wil ik helemaal niet lezen. En ik had me zo voorgenomen om gewoon het weekend niet mijn DM's te gaan kijken, omdat ik al bang was hiervoor. Maar dat lukt me dan toch niet of zo. Zo stom is dat. Dat je dus jezelf voorneemt om niet te kijken. Of dat is ook als je bijvoorbeeld jezelf voorneemt om überhaupt niet op Instagram te gaan. Dat dat dan dus niet lukt. Dat is echt heel stom. Omdat je toch gewoon nieuwsgierig bent. Maar goed, had het dus beter niet kunnen doen. Want dat maakt me nog meer aan het twijfelen. Oh, lekker. Dit is toch heerlijk begin van het weekend, hè, jongens.
De meiden aan een boterham. Ja, er moet een verschil zijn. Oh, en wij hebben lekker frietjes. Ik heb niet een klein zakje. Oh, shame on me. Het is inmiddels alweer echt best wel wat dagen later. En ik zit net de vlogbeelden te bekijken van de vlog waar je dus nu naar hebt gekeken. En toen zag ik dus dat ik hem helemaal vergeten ben af te sluiten. Super stom. Ik was zo lekker in de McDonald's, denk ik, dat ik gewoon daarna vergeten ben om hem af te sluiten. En daarna hadden we dus weekend. Dus nou, in ieder geval, bij deze alsnog. Dankjewel voor het kijken. En ja, laat een reactie achter als je het leuk vindt. En ik zie je de volgende keer. Doei.